Goedenavond beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Ondiep TV. In deze uitzending hebben kinderen van het Upmedia team een item gemaakt over het Rode Touwenpark. Brengen wij een bezoek aan onderneemster Linda Steen die alles vertelt over haar bloemenwinkel. En stellen wij de vraag hoe het is om vrijwillig verslaggever voor u in de wijk te zijn. Veel kijk en wijkplezier. Wij zijn van het Upmedia team. En wij maken voor deze ene keer tv. En daarom gaan we een paar mensen interviewen in het Rode Touwpark. Wat vinden jullie zo leuk aan deze speeltuin? Ik vind het grote grasveld met het voetbalveld vind ik hier heel leuk. Dat je heel veel ruimte hebt om te spelen en te voetballen. Nou, ik vind dat er heel veel ruimte is. Dat er leuke speelschommels zijn, glijbanen. Je hebt een leuke zandbak voor de wat kleinere kinderen en je hebt een leuk parcours. Dat is gewoon heel erg gezellig, omdat het ook wel vol staat hier. Ik vind het ook wel leuk dat ze iets voor grote kinderen hebben en ook iets voor kleinere kinderen, zodat iedereen hier kan spelen. Dat je hier heel veel ruimte hebt en je kan hier voetballen, je kan hier tikkertjes spelen. Je kan hier eigenlijk wel van alles doen. Er is veel te doen en... Er zijn altijd wel kinderen waarmee je kan spelen. Ik vind het gewoon leuk om op de schommel te zitten en dat mijn broer me duwt. En wat vind je juist niet leuk aan deze speeltuin? Nou, er komen vaak best wel gemene kinderen en die plagen je dan of jagen je weg. Maar als ze komen, dan ga ik gewoon weg zodat ze niks gemeens kunnen zeggen of ik haal mijn ouders. Nou, ik vind, denk ik, dat er heel veel takken hier liggen, waardoor je ook heel snel kan vallen. Wat gebeurt hier qua activiteit in deze speeltuin? Nou, elk jaar doen we een opruim en dan komt de hele buurt bij elkaar en gaan we alle vieze dingen en takjes en plastic spul weghalen en dan gaan we uiteindelijk met elkaar eten. Meestal in het park gaan wij feestjes vieren. We doen hier ook met oud en nieuw, doen heel veel mensen hier vuurwerk afsteken. En wat zouden jullie willen veranderen in deze speeltuin? Veranderen niet, maar ik zou eerder graag meer bankjes willen hebben. Ik zou het wel leuk vinden als hier nog meer schommels kwamen. Iets meer activiteiten, bouwen, werken voor wat oudere kinderen. Lijkt mij heel leuk. En misschien nog een glijbaan. Ik zou een klimrek willen hebben. Nou, misschien dat er bijvoorbeeld... Het is hier ook een klein beetje kaal, bijvoorbeeld aan deze kant. Daar heb je niet heel veel dingen. En daar zouden ze misschien nog een paar dingen kunnen neerzetten. Maar is het dan niet leuk om daar lekker rond te rennen? Ja. Waarom zou je dan andere dingen daar willen? Omdat je daar dan bijvoorbeeld ook kan rennen. En wat vind jij van deze speeltuin? Ik vind die een beetje stil, maar ik vind het wel een leuke plek. Dus als ik kind zou zijn, zou ik hier wel graag spelen, denk ik. En het is ook fijn om ruimte te hebben om naar buiten te gaan. Je hebt tenminste ruimte om te spelen. Linda Steen is een Ondiepse ondernemer op de Amsterdamse Straatweg. En ik ga met haar in gesprek. Hoe is het om ondernemer hier te zijn? Superleuk. Ja, het is echt een hele leuke straat. Er gebeurt heel veel in de straat. Het is heel erg multicultureel. Alles is hier te verkrijgen. Het is gewoon heel gezellig. Er wordt veel georganiseerd. Dus ja, ik ben helemaal blij met mijn winkeltje hier. Je hebt een winkel in de bloemen en planten. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben ruim 15 jaar geleden begonnen met de opleiding in de bloemschikken. En toen kwam ik hier 12,5 jaar geleden om stage te lopen. En vanuit stage ben ik personeel geworden en uiteindelijk de zaak overgenomen. Is het altijd je wens geweest om een handel in bloemen en planten te hebben?
Nee. Nee, ik ben zelf, wilde ik vroeger altijd politie te paard worden. En als dat niet werkte, wilde ik bij de Kruidvat gaan werken. Nou ja, als je politie te paard wil worden, dan moet je dus op een land- en tuinbouwschool komen. Dus vandaar dat ik op het VMBO kwam, op het Welland College. En daar kreeg ik bloemschikken. En daar werd ik eigenlijk voornamelijk geprikkeld door de bloemetjes. En daardoor vond ik het heel erg leuk om daar toch wel mee verder te gaan. Wat ik nog wel weet van vroeger, dat is dat waar ik woonde, in de Spiegelstraat, daar op de hoek stond een bloemenzaak. En daar kwam ik heel veel bij Chanel's. En hun zeiden altijd, jij gaat bloemiste worden. Waar ben jij opgegroeid? Ik ben geboren in Woerden. En uiteindelijk heb ik in de Rijnhuislaan gewoond. Daar de Spiegelstraat. En toen ik een jaartje of 10, 11 was, in Ondiep. En daar ben ik eigenlijk grotendeels opgevoed. Krijg je nu ook veel Ondiepse klanten? Ja, heel veel. Beschrijf die eens. Wat zijn dat voor mensen? Gezellig. Echt een volksbuurtje. Volksmensen. Altijd even een praatje. En gewoon gezellig. Ik ken er een hoop, ken ik persoonlijk. Omdat je dan toch even een praatje maakt. En dan vaak dan ga je toch wel wat dieper in de gesprekken. Wat zijn je favoriete bloemen? Nou, mijn favoriete bloem, daar staan we toevallig bij. Dat is deze roos. Dat is echt mijn favoriet, omdat die echt gewoon super mooi van kleur is. Het zijn echt mijn favoriete kleur. En vooral dat gevlamde, dat vind ik zo mooi. En heb je soms nog een tweede favoriet? Ja, dat zijn de seringen. En voornamelijk omdat die heel erg lekker ruiken, vind ik die heel erg fijn. Met hoeveel mensen werk je in deze zaak? Ik werk eigenlijk helemaal alleen. Ik heb heel veel steun van mijn ouders. Ik heb heel veel steun van mijn partner. En dat is het eigenlijk. Als er een boeketje bijvoorbeeld bezorgd moet worden, dan is mijn vader die af en toe even de auto snel pakt. En heeft snel een boeketje bezorgd. Dus als er een boodschapje gehaald moet worden, dan heb ik mijn moeder en dat soort dingen. Dus het is eigenlijk een beetje wel echt mijn zaak. Alleen zonder hun steun had ik het niet gered. Waar haal je dan die energie vandaan? Dat vraag ik me soms ook wel eens af. Als ik zie hoeveel uur dat ik draai. Ik draai dagen van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En dat dan 6 dagen per week. Ik denk dat ik dat inderdaad voornamelijk uit mijn klanten haal. Omdat het gewoon zo leuk is om iedere dag weer je klanten gewoon tevreden te stellen. Is het gewoon heel erg leuk. Hoe lang zou jij hier nog in deze zaak willen blijven staan? Tot aan mijn dood. Tot aan je dood? Ja, ik zal echt zelfs nog doorgaan naar mijn 65ste, want het is gewoon superleuk. Oké, dankjewel. Nou, graag gedaan. Hier achter ons in Eetcafé Murk zitten alle vrijwilligers van U in de Wijk. En ik ben benieuwd waarom ze vrijwilligers zijn bij U in de Wijk. Dan gaan we kijken. Annelieke, we zijn hier met alle vrijwilligers bij elkaar. Hoe is dat voor jou? Vind ik altijd super gezellig, omdat je elkaar vaak op tv ziet. En een paar keer per jaar maar live. Dus ik vind het altijd heel leuk om mensen te zien. Omdat sommige mensen ook al heel lang wijk-tv doen. En je ze dus al verschillende borrels of vergaderingen bent tegengekomen. Heel leuk. Het is een beetje traditie geworden dat onze nieuwjaarsborrel pas in februari gehouden wordt. Dus vandaar ook dit keer weer. Maar er waren ook een paar spannende weken. Want er waren twee dingen waar we mee bezig waren. Namelijk aan de ene kant of we voor volgend jaar weer subsidie zouden krijgen om weer door te kunnen gaan. Wat is er nou zo leuk van het filmen bij U in de Wijk? Nou, wat verschrikkelijk leuk is dat je overal komt, hè? Dus het is heel divers. Het zijn verschillende onderwerpen. En ik vind het leuk om dat in verschillende disciplines van de wijk te zitten. Nou, ik ben er al vanaf het begin bij. En in het begin dacht ik echt van, nou ja, dit is helemaal niks voor mij. En dat duurt een jaartje of zo. En inmiddels heb ik mijn beroep ervan kunnen maken. Ik ben nu zelfstandig geworden daardoor. En U in de Wijk houdt me met beide benen op de grond. Het leukste eraan vind ik eigenlijk dat je je eigen wijk zo goed leert kennen. Dus vrijwilliger in je eigen wijk en dat je
ja, alles waarvan je denkt, hey, ik wil weten hoe dat zit. Ja, dan kan je op afstappen en uit gaan zoeken. Je spreekt ontzettend veel mensen. En wat ik denk ik leuk vind is het op mensen afstappen met die microfoon. En vragen stellen, want door die microfoon willen mensen graag hun verhaal vertellen. Ik vind het leuk om, ja, om mijn wijk nou, te laten zien wat er allemaal in mijn wijk gebeurt. En ook soms onder de aandacht te brengen wat nodig is, wat belangrijk is voor mensen om te weten. Ik vind het belangrijk dat onze items worden uitgezonden. Ja, ik denk dat wat je ervan hoort is dat mensen het heel leuk vinden om gewoon de gewone dingen uit hun eigen wijk te zien. En ja, dat bereik je natuurlijk alleen door gewoon dat klein te doen. Gewoon kleine verhalen. Wat draagt u in de wijk bij aan de wijken? Nou, je krijgt een beeld van wat er speelt in de wijk. En op een leuke manier het echte leven. Dus nieuwe dingen die er gebeuren, nieuwe adresjes die je kunt bezoeken. En wat ik zelf heel fijn en belangrijk vind, is dat het vaak, wat ik dan zie, positief is. Dus waar je inspiratie uit kunt halen, waar je vrolijk van wordt. Of, ja, dus ik bedoel, als je naar het journaal kunt gaan kijken, dan kun je soms zo in zak en as zitten van al het negatieve. En kijk je naar u in de wijk, dan denk je van, hey, dit is leuk wat hier gebeurt. Wanneer is voor jou een item echt geslaagd? Een item is echt geslaagd. Als er veel mensen naar kijken en dat je er veel reacties van hoort, dat het leuk ontvangen wordt. Ik kijk ook altijd zelf even naar hoeveel views het vaak heeft gehad, of op Facebook of op YouTube. En als veel mensen er naar kijken, dan vind ik het geslaagd. En mensen het leuk vinden en erover praten. Okay, en wat is het allerleukste wat je ooit gedaan hebt? Een van de leukste dingen vind ik toch altijd dat wij spontaan bij mensen op de koffie gaan. Ja, ik weet al zelf eigenlijk niet of ik zomaar tv binnen zou laten eigenlijk. Maar altijd worden we uiteindelijk ergens binnengelaten, krijgen we een kop koffie. En zijn mensen heel openhartig soms over hun leven. En heeft eigenlijk iedereen een verhaal. En dat... Ik kan er niet speciaal één ding uitpikken, maar dat vind ik wel altijd heel erg leuk. Wat betekent nou voor jou het vrijwilligerswerk? Nou, het is een geeft voldoening. Je bent bezig de hele dag een beetje met onder de mensen te zijn. En je zit niet thuis. Ik was toch niet aan het verpieteren geraakt, hoor. Maar ik vind het leuk om onder de mensen te zijn en om ermee bezig te zijn. En om leuke onderwerpen die er in de wijken plaatsvindt, omdat... vorm te geven in door middel van filmen. Dit was het weer voor deze week. Wilt u ook verslaggever worden bij Omdiep TV? Meld u zich dan aan via onze website. Tot een volgende keer.